What's up Ajax Eden? Wij zijn vandaag bij de Johan Cruijff Arena. Het is een bijzondere dag vandaag, want het is tijd voor de jaarlijkse 14K-run van de Cruijff Foundation. Er lopen heel wat legends mee en ik ga eentje ophalen. Daphne, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe is ie? Ja, lekker. Zin in? Heel veel zin. Stap maar lekker in. Goedemorgen, nogmaals. Goedemorgen. Doei, doei. Tot vanmiddag. Doei. Ja, doei, doei. Lief. Zij zou ook mee... Ja, ze zouden eerst ook mee gaan doen. Maar ja, dan is dat... Logistiek, hè? Logistiek is dat dan gelijk weer een uitdaging. Ja. Ze zijn mijn vriend. Nou, weet je wat ik doe? Ik blijf wel lekker thuis. Met ze. Kunnen ze lekker buiten spelen. Kan mama zich op de race focussen. Precies. Ik loop eigenlijk nooit 14 kilometer. Ik vind normaal gesproken 14 kilometer vind ik altijd een beetje saai. Ja. Ja, ik vind snelheid vind ik ook nog wel steeds leuk. Dus ik ga liever fietsen. En dan kan ik ook gewoon 80 kilometer, 100 kilometer gaan fietsen. Of, ja, wat het is ook... Fiets je wel eens naar werk? Ja, dat doe ik ook wel eens, ja. Ja, dat komt, nu komt het mooie weer eraan. Okay. Dus dat is vanuit mij, vanuit uit Geest, is het... 40 en 40, toch? Ja, 43. Ik vind dat heerlijk. En dan kan ik ook echt wel balen als ik dan denk, oh, dat is echt een mooie dag. Ik ga fietsen en dat je dan ergens een externe afspraak hebt. Ja. Ai, dat gaat dus... Ja. Hey, maar vandaag is wel goed door. Dat is ook belangrijk. Ja, maar dat is misschien wel waar gewoon sport voor staat. Dat vergeten heel veel mensen, maar dat er gewoon een sociaal component achter zit. En dat sport verenigt en dat het mensen samenbrengt en dat je het samen doet. Plezier aan bewegen, maar dat je het ook gewoon met elkaar kunt doen. En dat het niet uitmaakt of je nou een prof bent of wellicht dat je iemand bent met een handicap. Maar bewegen, ja, dat brengt iets positiefs bij je van binnen. Ja, dan kan ik als vandaag zo'n activiteit, daar kan ik alleen maar van genieten. Hey, je hebt wel een mooi seizoen gehad, toch? Ja. Seizoenen lopen nog steeds. Ja, het seizoen loopt nog steeds. Wel... Nou, het is nog niet een einde. Dus het is, als je het over een mooi seizoen hebt, dan denkt iedereen nu gelijk aan de Europese reeks die we hebben neergezet. Ja. En wat het mooi maakt, is dat het eigenlijk op een bepaalde manier dat we dat gedaan hebben. Met allemaal Nederlandse speelsters, jonge talenten. En dat je toch wel tegen de grote clubs die vaak alleen maar halen. En dus die halen de beste speelsters. Ja. Is dat je iets neerzet wat eigenlijk niemand verwacht. En jij? Ja, ik wel. Ja? Ja, dat is het. Wel eerlijk zijn. Nee, echt. Oké. Okay. Ik ben in 2018, dat ik in deze rol kwam, ben ik steeds meer gaan... Ben ik eigenlijk alle afdelingen afgegaan om te vertellen dat dit erin zou zitten. Alleen dat krijg je... Bewustzijn creëren. Ja, bewustzijn creëren en vragen te stellen. En vragen te stellen van waar Ajax voor staat. En of dat dan alleen voor de mannenkant is of dat het ook voor de vrouwenkant is. En hoe zij dat dan zien. En dan gaf ik mijn mening. En waar we naartoe konden gaan. En dan, ja, dan groei je gestaag. En dan dat resulteert uiteindelijk in dit. Toen ik eigenlijk al speelster was, besefte ik dat al. Toen dacht ik, oké, wat kan ik nu doen als speelster om dat systeem te veranderen dat Ajax ook gaat opleiden, meiden gaat opleiden. En toen ben ik in 2015, dat ik speelster was, ben ik talentendagen, daar ben ik op gaan aanhaken. En dan ben ik die meiden zelf met Lois Schenkel en Chantal de Ridder zijn we die meiden gaan trainen. Mensen zien nu veel meer waarde ook gewoon in meiden. Dus zij gaan ook anders om met talentvolle meiden als ze bij de amateurclub lopen. Dus je wil niet weten hoeveel meiden we nu krijgen aangeboden bij Ajax. Van deze is echt goed, deze is echt goed. Nee, dat was 10 jaar geleden, was dat niet zo. Nee. En nu we zo praten, hè? Toch wel bijna een half uurtje wedstrijdspanning van je weggeluld. Ja. Ja, dat is wel anders dan naar het bos toe gaan, hoor. En dan gewoon random gaan lopen. Maar heb je nog een strategie vandaag? Is het zo van, rustig beginnen. Rustig beginnen? Ja, en dan langzaam opbouwen. Ja, ik ben benieuwd. We gaan je zo meteen sowieso volgen. Ja, met een rood hoofd waarschijnlijk. Ja. Nou, Daphne, was gezellig. Maar nu, nu wordt het tijd om het te laten zien, hè? te laten zien. We gaan je volgen. Zet hem op. Ik heb er zin in. Voor Johan, hè? Voor Johan, ja. Ja. Goed. Gaan we doen. Succes. Hey, hoi, hoi.
mooie dag. Hier het zonnetje is prima. Daar heb jou voor gezorgd. Doet hij altijd, hè? Zij die tegenover mij. Wel het zonnetje voor. Johan zou ontzettend trots zijn geweest, want we staan hier met meer dan 6600 mensen vandaag. Zo. En dat is echt een recordaantal. Dat hij dit ooit heeft kunnen beginnen en dat het zo groot heeft kunnen worden. Volgens mij is meer dan 6 ton opgehaald vandaag. Overkend. Are you going for a good time today or just for fun? Yeah, good time too. Yeah. Okay. What about you? Just for fun. Yes. Yeah. But I'm not sure I can finish it, but I will try my best. Dit is over het algemeen een leidensweg, maar ik vind het wel mooi om erbij te zijn. Waarom loop je zelf niet mee? Blessure. Twee blessures, twee hamstrings. Twee knieën. Ja, twee knieën. Maar volgend jaar gaat het echt gebeuren. Ja? Ja, wat gaat gebeuren? Dan gaat de Jeep meelopen. Nee, dit jaar ook de Ramadan viel er net tussen. Ja. Ik ben aan het vasten, dus allemaal goede smoezen. Allemaal factoren die zich opeens stapelen. Snap je? Dat iedereen zich zoveel inzet, ook de ambassadeurs die hier weer verschijnen. Ja, het is gewoon genieten, man. Ik vind het leuk om mee te doen als ambassadeur. Je ziet de mensen, je loopt met de mensen mee, je maakt een praatje, zegt hallo. Dat is een hele goede sfeer. En je mist de warming-up nu, hè? Beetje huppelen. Ja, maar ik kom er wel doorheen. Ja, ja, wel. Ja. En zoontje er ook weer bij? Ja, hij loopt ook mee. Zin in? Zeker. Ga je die ouwe een beetje meetrekken vandaag? Jawel. Ja. Hij is mijn haas. Ja. Nee, ik heb er vooral heel veel zin in. Ja. Maar wel rustig aan, hoor. Mooi, hè, om dit met alle ambassadeurs te kunnen doen. Ja, dat is gewoon super. Maar wat ik mooi vind, is gewoon met alle mensen. Gewoon dat je samen loopt. Succes. Waarom loop je zelf niet mee? Nee, dan ga je weg. Dat is het enige wat ik nooit gedaan heb. De lange afstanden. Saai, hè? Hier voor de eerste meters. 100 meter. Dan moet je toeslaan. 5, 4, 3, 2, 1. Echt ongelooflijk waar we ook komen. Al is het als voetballer of als trainer of als persoon. Dat mensen nog steeds met zoveel passie over hem praten. En altijd leuk vinden om te helpen. Een foundation day, zeg maar. Ja, als zoon kan ik daar alleen maar hartstikke trots op zijn. Je hebt maar eentje. Kom mijn vriendin. Oké. Ja. Dat is mooi. De beste. Echte romanticus, hè? Ja, echt, hè. Ja, je moet zijn punten scoren, hè. Heb je het laten lukken? Ja, jawel. Het was een zware tocht, maar we zijn er. Dat is, hè? Heb je? Ja. Even kijken, hè? We gaan zo meteen kijken naar je skills. Nee. Het is ook multitasken, hè? Ik heb heel veel respect. Je ziet allerlei mensen gewoon, die natuurlijk hier moe aankomen. Maar die hebben wel iets gedaan wat ik niet heb gedaan. Dus ze verdienen alles. Nou, mag je laten zien, Jordi? Ja, toch hoor. Hey. Gefeliciteerd, man. Doe een echte kruif, hè? Het was afzien vandaag, maar het was een echte kruif. Ja, leuk dat je er bent. En, hoe ging ie? Zwaar, het was echt zo warm. Het was pittig, maar ik had een goede haas. Nou? Frank Rijkaard. Zo. Ja, ik denk ik ga toch bij hem in de slipstream. Geen persoonlijk record, maar een record van ons beiden. Bij de kruiverloop. Even kijken. 6,11 per kilometer. Blij mee? Ja, tuurlijk. Ja. Het mooiste is natuurlijk dat Johan altijd al zei, kijk nou naar dat sporten voor de cognitieve ontwikkeling van die kinderen. Dus de stemming, die gaat ook vooruit. Hè? Dus het is en fysiek, maar ook je stemming en je cognitie, dus dat brein van jou. Ja, dat is een combinatie die je gewoon nu ook eigenlijk landelijk zou moeten landen. Hè? Dat iedereen zich realiseert, als iedereen de hele dag zit, dat je toch iets laat liggen voor de ontwikkeling van je brein. Nou, dat zei Johan toen al. Nou, Dirk, daar is het dan. Ja, daar is het dan. Eigenlijk. Ja, het duurde wel heel erg lang, maar nee. Ik heb mijn best gedaan. Ja, heb je alles gegeven? Ja. Was het afzien? Ja, het was wel zwaar. Ja? Maar zwaar in de zin dat het warm was. Ja, dat hoor je vaker. Maar zei je, hoor je dat vaker? Ja, het was echt warm. En dan uit het niets, dat merk je wel. Maar respect hoor, eetje. Blij mee? Ja, het is nu weer hartstikke lekker. Op dat moment denk je van ik stop ermee. Maar, je hebt toch wel gedaan. Precies. Nou, gaan we overhandigen. Dankjewel man. Dat was hem dan. De 14K run vanuit de Johan Cruijff Arena. Legends hebben gestreden. We hebben een mooie dag gehad. Topdag, zonnetje. Maar waar het vooral om ging is natuurlijk wat Johan altijd zei. Als je iets voor een ander kunt doen, dan moet je dat ook doen. En dat is vandaag meer dan ooit gebleken.